Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 22 december. Met de feestdagen voor de deur wordt er extra aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de variant die de wereld momenteel teistert, de Omicron-variant. De wereld is in paniek. Nu duidelijk is dat de Omicron-variant in alle landen opnieuw een veel te grote druk op de zorg kan veroorzaken, worden de oude maatregelen weer massaal uit de kas gehaald. Nederland heeft weer een harde lockdown tot begin volgend jaar en er worden weer reisbeperkingen ingesteld door landen in Europa. In Suriname hebben we gelukkig nog geen besmettingen met de Omicron-variant. We moeten zeker alert zijn voor wat betreft Omicron. Het is een zeer ernstige, het laat een zeer ernstig gevoel bij me achter. Als je kijkt naar de verspreiding, in 3 dagen zie je verdubbeling van cases. Dat is niet mooi. Wij hebben voorlopig vooralsnog een stabiele situatie voor wat betreft COVID-19. Maar het schuilt om de hoek. Het gevaar schuilt om de hoek. We weten dat de 5e golf met Omicron in de lead hele nadelige gevolgen kan hebben voor de zorg. Met name kan het de druk op onze zorgcapaciteit weer doen toenemen. We zien de ziekenhuizen nu. We zijn nu al aan het brainstormen binnen onze managementteams hoe wij een 5e golf zouden moeten aanpakken op basis van de eerdere ervaringen en het gegeven over Omicron en de feiten die bekend zijn over Omicron. Dus ik zou in ieder geval aan de samenleving willen zeggen, we moeten niet paniekerig worden. Maar wat we wel kunnen doen, dat u dat wel doet. En wat nu al bewezen is dat werkt, is dat de antistoffen bij een volledige gevaccineerde, 2 prikjes, niet helemaal bestend zijn tegen Omicron. Dus het is heel belangrijk dat de booster shot, voor ongeacht wat we het recentelijk gecorrigeerd naar 18+, dus de booster shot, Dat is nu voor dit moment de oplossing op dit moment. Dus we gaan van alles doen om de samenleving te blijven beschermen. En Mohana maatregelen moet u blijven nemen. We hebben een hele moeilijke tijd nu, uitdagend. Kerst en oudjaar, dus uitdagend. Maar we moeten niet vergeten dat bescherming alleen gaat komen door je te houden aan de Mohana-regels. Door niet te feesten, de social gatherings. En ook de boostershot te gaan halen. Dat zijn de 3 belangrijkste boodschappen die ik heb voor de samenleving. Na de brand bij BOG was de 178-lijn tijdelijk gehuisvest in het gebouw van het Rode Kruis. Vandaag vond de opening plaats van de 178-lijn op de nieuwe locatie en in het gebouw van Teleperformance. In zijn toespraak bedankte de minister van Volksgezondheid en ieder die deze hulplijn tot stand heeft weten te brengen. Dan heeft hij het over de vrijwilligers, de schoonmaak, de artsen en alle administratieve ondersteuners. Wij gaan nu een nieuwe fase in waarbij we content zijn met de nieuwe professionele werkomgeving. Intussen is de 178-lijn een begrip binnen de samenleving. Ondanks de vele tegenslagen waaronder de brand bij BOG. Dagelijks komen er telefoontjes binnen van mensen die alle informatie willen over COVID-19. Het is dus bewezen wat voor een belangrijke rol de 178-lijn heeft binnen de samenleving. Er zal verder gewerkt worden aan het standaardiseren en professionaliseren van de verschillende werkprocessen. Dit zullen we gaan doen met een vaste ploeg medewerkers die hun hart op de juiste plek hebben voor de 178-lijn. Laat me aangeven dat iedereen de 178-lijn op dit moment kent. Maar veel mensen weten niet hoe dat allemaal is wat voor issues er allemaal zijn geweest, welke problemen er allemaal zijn geweest met 178. We hebben een hulplijn gehad in het verleden. Met de pandemie is deze lijn uitgebreid. Het is een meldkamer geworden op een gegeven moment, waar mensen naartoe belden uit onzekerheid of in onzekerheid. En allerlei informatie vroegen over de ziekte, over vaccineren. Over een ambulance, over een zieke persoon, want ze konden de arts niet bereiken. Dus van allerlei vragen, allerlei onzekerheden die er bestaan in die samenleving, worden 178 gebeld. Er werd zelfs gebeld voor aanrijdingen en andere zaken op een gegeven moment, omdat ze de centrale meldkamer bijvoorbeeld niet konden bereiken. Heel belangrijk te weten dat dus 178 een enorm belangrijke plaats heeft, een rol heeft in die samenleving, sinds de pandemie met name. En wij hebben dat getracht vanuit het BOG, met name, goed invulling aan te geven. Er zijn personeelsleden ingezet die vanaf dag 1 van de pandemie hebben gewerkt. Er zijn ook vrijwilligers gekomen, getraind, on the job dan.
Er zijn doktoren die vanaf het begin ook het proces begeleiden. Heel veel huisartsen hebben ook in 178 gezeten, resultaten doorbellen, et cetera, et cetera. Dus zo zijn er heel veel zaken die spelen rondom 178. De meldkamer was fysiek initieel gehuisvest in het BOG-gebouw. U weet dat in juli het BOG is afgebrand. En dat is een enorme slag geweest, een enorme domper geweest op alles wat daarvoor bereid was. Niet alleen is er heel veel schade aangericht aan fysieke apparatuur, maar er is ook heel veel emotionele waarde daar, emotionele zaken die ook bij het personeel daar spelen. We hebben toen gelijk met ondersteuning toen de hulp gekregen van het Rode Kruis en hebben we toen de meldkamer van 178 ondergebracht afgelopen vijf, zes maanden in het Rode Kruis. En we zijn enorm veel dank verschuldigd aan het Rode Kruis. Echter, die locatie was niet de optimale omstandigheid waarin mensen adequaat konden zitten. Koeling, natuurlijk, beluchting, etc. Het is niet de locatie, maar het was wat we ter beschikking hadden. En er waren ook wat issues over de bereikbaarheid de afgelopen periode. Oké, vanuit het BOG, zeker vanuit het management, samen met meneer Bart van Loohuizen, die we ook hebben aangetrokken via een samenwerking met Nederland, om 178 voor ons verder te gaan professionaliseren, hebben we een aantal zaken gedaan. Zo begonnen resultaten. Niet alle resultaten werden meer doorgebeld. Alle negatieve resultaten werden de mensen via een sms op de hoogte gesteld. Daarmee had je al heel veel druk weggenomen. Alleen de positieve mensen werden gebeld. En zo zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd, wat het systeem wat efficiënter heeft gemaakt. Maar een andere grote struikelblok wat hij constateerde was dat de locatie gewijzigd moet worden. En los daarvan, de professionaliteit kan je alleen verbeteren als je echt daadwerkelijk met een callcenter die ervaring heeft op dat gebied. Er werken hier bij kans 400 zoveel mensen, dat zelfs Samsung Nederland hier mensen heeft. Dat we mensen mogen bellen naar hier. Zo zijn er bedrijven. En Teleperformance is een van de zaken, een van de bedrijven die er ervaring mee heeft. Dus we hebben een overeenkomst, een public-private partnership, waarbij Teleperformance, let wel, dat dit duidelijk zijn, dit kosteloos doet voor Suriname. Shaniel Gayadin is de site director van Teleperformance en zegt het als een verantwoordelijkheid te zien om samen met zijn organisatie hulp te bieden in de strijd tegen COVID. Na de brand bij BOG heb ik meteen contact gelegd en kijken waar ik kan helpen. Aldus Gayadin, de expertise bij onze callcenter zou worden ingezet. Wij vinden het als Teleperformance belangrijk om de strijd tegen die COVID-pandemie gezamenlijk te doen. Dus ook toen de brand was bij de BOG hebben we direct contact gelegd met wat kunnen wij doen op dat moment. Ik ben zelf toen ook naar de nieuwe vestiging op de Rode Kruis geweest en we hebben eerste hulp op dat moment geboden. En toen zijn eigenlijk die banden versterkt tussen Teleperformance en de BOG. Dus onze verantwoordelijkheid om gezamenlijk tegen COVID te strijden, dat is de reden hiervan. De toegevoegde waarde voor de 178-lijn zal zijn dat we de expertise die wij hebben even inzetten om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op de 178-lijn efficiënter zal zijn, op een betere manier zal gaan dan op dit moment. En de omgeving waarin er gewerkt wordt aan de voorwaarden voldoet om ook gewoon op niveau zorg te leveren. De omstandigheden waarin je werkt zijn ook van belang op de performance die geleverd wordt vanuit de medewerkers van de 178-lijn. Ook Teleperformance is zich aan het voorbereiden op de vijfde golf. We zijn blij dat de COVID-situatie in Suriname rustig is en laten we met z'n allen eraan werken dat het zo blijft. Op dit moment is het gelukkig rustig in Suriname met de COVID-periode. Laten we met z'n allen ons best doen en hopen dat dat ook zo blijft, om dat vast te houden. We zijn uiteraard wel in deze rust ons aan het klaarmaken en voorbereiden van het automatiseren van een aantal zaken binnen het proces van de 178-lijn. Werkinstructies te maken, waardoor we uit te breiden op capaciteit, om dat uit te zoeken op het moment dat dat nodig is. Ook de ambassadeur Henk van der Zwan van Nederland kwam aan het woord en hij benadrukte de belangrijke rol tussen Nederland en Suriname. De rol van Nederland in dit geheel is, ik zou haast willen zeggen, wij staan aan de wieg van de hele COVID-bestrijding in Suriname. Vanaf het eerste moment, toen we de signalen kregen dat de COVID-pandemie hier ook zou toeslaan,
hebben wij om te beginnen hebben we vaccins gestuurd. We hebben medisch personeel hier naartoe gestuurd. We hebben dokter Mark Sprenger hier naartoe gestuurd, die advies heeft gegeven over hoe het aangepakt zou kunnen worden. Een van de adviezen bijvoorbeeld was om een heldere overheidscommunicatie op te zetten naar de klanten toe, naar de burger toe. Nou, dat is het resultaat daarvan dat we nu dus deze hulplijn 178 van BOG hebben. En dit wat je nu ziet hier is een verdere professionalisering daarvan. Die is door Suriname zelfstandig opgezet in samenwerking met het particuliere bedrijfsleven, Teleperformance. Dus dat is een fantastische, fantastische ontwikkeling. Voor dokter Javier Assin is het ontlopen van een vijfde golf een illusie. Hij wordt dagelijks geconfronteerd met reacties als zou Suriname bespaard blijven van een vijfde golf. De volgende golf die ons land zal aandoen is gecombineerd met een variant die zich razendsnel verspreidt. Dus raadt hij weer aan om te vaccineren. Bewezen is dat er volledig gevaccineerde personen waren die besmet waren met de Delta variant en binnen 6 weken genezen verklaard zijn. Verder geeft hij aan wat het verschil is tussen een gevaccineerd en een ongevaccineerd persoon. Het punt is dat nog veel mensen geloven dat we die vijfde golf gaan ontlopen. Dat merk ik uit reacties op Facebook. Dat merk ik ook in gesprekken met mensen die denken dat we die vijfde golf zouden kunnen ontlopen. Maar in mijn ogen is dat een illusie. Omdat we echt elke keer nadat de golf in Europa en Amerika is geweest, hem hier krijgen. En wat we ook zien in het patroon van de golven die we hier krijgen, is dat elke volgende golf heftiger is. En dat laatste heeft met name te maken met het feit dat die volgende golf is met een variant die sneller deelt. En minder goed herkenbaar is voor het lichaam, zelfs voor het lichaam dat gevaccineerd is. Wat maakt dat de besmettingsgraad hoog is en dus het aantal positief getesten hoog is. Het voordeel wanneer je veel gevaccineerden hebt, is dat het gevaccineerde lichaam, de weerstand, wel op tijd in actie komt. Dus je ziet ook de mensen die dubbel gevaccineerd zijn en met de Delta variant besmet zijn geweest, die zijn 6 dagen tot een week echt ziek geweest en daarna heeft die weerstand is goed ingekomen en dan wordt het goed bestreden. Dus het feit dat we bij zo'n golf veel besmettingen hebben is nog niet per se ernstig, zolang het besmettingen zijn van gevaccineerden. Het grote probleem is wanneer niet gevaccineerden geïnfecteerd raken door een variant die snel deelt en die je snel ziek maakt. Omdat bij de ongevaccineerden het lichaam daar niet op voorbereid is. En uiteindelijk na 6 dagen die infectie doorgaat. Er wordt immers niet geremd. En daarom zien we dat er met name ongevaccineerden dan met een ernstiger ziektebeloop te maken krijgen. En dus opgenomen moeten worden. Of zelfs op de intensive care belanden. Of zelfs overlijden. Door de hoge besmettelijkheid van het Omicron-variant worden per dag meer mensen dan ooit besmet. De kans is groot dat de zorg de vraag aan ziekenhuisopnamen en met name opname op de ICU niet meer aankan. De ernst van het ziektebeloop bij een Omicron-infectie is nog niet bekend. Maar zelfs als deze mild zou zijn, kan het door de hoge besmettingsgraad toch verkeerd aflopen in Suriname. Ervaring leert dat hoe mild de variant ook is, een bepaald percentage toch ziekenhuis en intensive care zorg nodig heeft. Indien de variant zich hier hetzelfde gedraagt als nu in Zuidelijk Afrika, Europa en de Verenigde Staten, zal de zorg binnen 1 tot 2 weken de druk niet meer aankunnen. Suriname heeft weinig capaciteit en we hebben niet gemakkelijk toegang tot extra capaciteit in het buitenland. De zorg kan nu bovendien nog minder aan dan in eerdere golven. Door de brain drain en de continue druk vanwege corona is ons zorgsysteem letterlijk en figuurlijk uitgeput. De volledige vaccinatie biedt naar verwachting nog wel voldoende bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Dat is prettig, maar we hebben een lage vaccinatiegraad. De helft van de bevolking is niet voldoende beschermd tegen een eventuele ziekenhuisopname of erger. Met de Omicron-variant in aantocht is dat zorgelijk, omdat deze bijzonder besmettelijk en voor niet-gevaccineerden waarschijnlijk wel gevaarlijk is.
In landen met een hoge vaccinatiegraad wordt binnen 1 tot 2 weken een dusdanig hoog aantal besmettingen waargenomen, die ons zorgen baart voor Suriname. Een dergelijke stijging van besmette personen zal in ons land tot dramatische taferelen leiden, waarbij wij ons vooral zorgen maken over een hoog aantal besmettingen bij nog niet gevaccineerde personen. Echter, het is bijzonder moeilijk om op korte termijn nog niet gevaccineerde personen te overtuigen van het belang zich te beschermen door middel van een vaccin. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil u nog even attenderen dat u zich nog steeds houdt aan de Mohana-maatregelen en dat u zich laat vaccineren indien u dat nog niet gedaan heeft. Ga ook jouw boostershot halen. Intussen is ook bekendgemaakt dat jongeren vanaf 18 jaar hun boostershot kunnen halen en is een boosterdosis na volledige vaccinatie verkort van 5 naar 3 maanden. COVID en ga vaccineren. We zijn er vrijdag weer met een andere aflevering van het COVID-19 journaal. Tot dan!